Hi mijn beauties, ik ben Ilona van het kanaal Be Ilona en ik heb een beloofd filmpje voor jou klaarstaan. Vorige video heb ik namelijk de adventskalender van Only You laten zien en een beetje getoond welke producten er allemaal in deze beauty zitten. Nu uiteraard wil ik een filmpje maken over welke fantastische look je met de producten kan maken die in deze kalender zitten. Want deze kalender kost nog net geen 25 euro en ik ben wel benieuwd welke make-up look je kan maken voor 25 euro. Ja, 25 euro is de prijs voor deze adventskalender van Only You. Heel erg fijn. En er zitten ook heel erg fijne producten bij in. Ik heb al mijn producten er al uitgehaald. En ik ben ook super benieuwd welke look ik ga kunnen creëren. Ik ga beginnen met eerst mijn ogen te maquilleren. Er zit ook een wenkbrauwpaletje in dat ik eens wil uittesten. En uiteraard ook de highlight en de blush wil ik proberen. Er was één paletje dat ik gezien had bij het unboxen. Dat direct mijn aandacht trok. Dat is namelijk dit paletje. En met deze wil ik dan ook super graag mijn ogen gaan opmaken. Ik begin met de lichte kleur uit het paletje als basis. Super benieuwd naar die foiled eyeshadows. Want als je ze echt van dichtbij bekijkt, zie je dat die zo super gemetalliseerd zijn. Dus ik ben benieuwd of die op de ogen ook zo'n hele mooie finish gaan geven. Dan begin ik met de lichtste kleur, die licht oranje. Komt er echt al super goed af. Ook op de ogen hebben ze dus dat effect, die mooie metallic glow, zullen we maar zeggen, de max. Ik heb al vaak zo oogschaduwpaletjes gehad, dat je zo denkt van oeh, die glow, I love it. Maar dat je die glow alleen maar krijgt wanneer je de oogschaduw met je vingertoppen aanbrengt. Dus ik vind het fijn dat je zelf hier die glow hebt als je het met een penseeltje doet. Dan neem ik die donker paarse kleur. En die breng ik aan de buitenste ooghoek. Er zitten trouwens in dit pakket, zullen we maar zeggen, dit adventspakket, ook sponsjes en dergelijke voor je oogschaduw mee aan te brengen. Dus eigenlijk heb je echt de volledige shebang, om het zo te noemen, om aan de slag te gaan met alle make-up producten. Ook de onderste waterlijn niet vergeten. Daar ga ik ook even langs met hetzelfde kleurtje. De bovenkant blenden, dat we niet met die harde lijnen blijven zitten. Vind ik echt al super mooi. Iets waar ik ook nog super benieuwd naar was in deze adventskalender, is het wenkbrauwpaletje. Naast het wenkbrauwpalet zit er ook een penseeltje in het pakket om het mee aan te brengen met een spoolie en een borsteltje. Dus dit ga ik ook gebruiken en ik ben super benieuwd of ik daar echt mijn dream brows mee kan tekenen. Normaal als ik een wenkbrauwpoeder zou kopen, zou ik een iets assigere kleur aanschaffen. Want deze is wel vrij ja, rossig, zullen we maar zeggen. Dus dat is niet zo eentje dat ik zelf zou kopen. Maar ik vind het penseeltje echt wel fijn werken. Dus ik vind het nog wel, het gaat. Maar het is niet echt een wenkbrauwkleur dat ik zelf zou aanschaffen in de winkel. Dan zou ik naar een andere toon gaan zoeken. Maar dat is ook omdat ik vrij licht haar heb en zo wat die assige tinten in mijn haar heb. Dus daar ben ik ja, iets gevoeliger voor. Maar ik denk dat deze kleuren inderdaad wel de kleuren zijn dat de meeste mensen gaan kunnen gebruiken. En dat ik gewoon meer de uitzondering ben. Maar ik vind wel, ik vind het penseeltje echt fijn. Ga ik bij mijn basispenseeltjes liggen, denk ik. Verder zit er ook nog in. Er zitten echt zoveel leuke producten in. Een losse poeder. Nu, ik weet niet, is het een gewone? Een gewone losse poeder, geen highlighter of zo. Dus daar ben ik ook super benieuwd naar. Ik heb wel al, ik ga eerlijk zijn, een BB-crème op. Dus ik ben niet volledig nude, om het zo te noemen. Dat zit er namelijk niet in. Het is ook moeilijk om een BB-crème of een foundation erin te stoppen. Omdat alle mensen een andere huidstoon hebben. Dus ja, dat moet je natuurlijk nog wel zelf aanschaffen. Hij voelt ook super zacht aan, de losse poeder.
Hij is iets rozig als je hem in het potje ziet. Maar hij komt wel vrij transparant over op de huid. Dus inderdaad weer een poeder dat voor iedereen kan. Ik gebruik nu mijn eigen penseeltje. Je kan ook zo een puff gebruiken. Ook deze zit bij in de adventskalender. Eens zien, wat zit er nog in een blush? Er zitten meerdere blushes bij in. Maar degene die mijn aandacht het meeste trekt, is zowat een iets rozigere blush. De andere die erin zit, is zo iets donkerder. Dus voor ja, de donkerdere huidstypes zal die perfect zijn. Maar omdat ik zo bleek ben, val ik meestal voor roze blushes. Next on my to-do list. Of course, I cannot live without highlighter. Die highlighter ziet er ook weer de max uit van dichtbij gezien. Geeft wel een heel mooi resultaat ook. Wauw. Ik weet dat dit geen highlighterpenseel is, maar dat heb ik hier eventjes niet bij mij liggen. En ik moet toegeven, ik ben te lui om dat te gaan halen. Dat ligt namelijk in mijn make-upkamer. Ik zit hier in de studio. Mijn make-upkamer is aan de hele andere kant van het huis. Niet dat dat super ver is, ik woon niet in een kasteel of zo. Maar ik ben wel lui. I like this one a lot. Dan heb ik eigenlijk nog iets wat ik vergeten was voor op de ogen te proberen. Ik was echt enthousiast als ik het pakket uitlaadde. Er zitten namelijk ook oogpotloden in. Een zwart, basic, voor iedereen goed. Ook een zilver oogpotlood. Ik weet dat dat eigenlijk niet echt perfect bij die kopertinten past. Maar ik ga toch het zwarte hier aan de buitenkant van de ooghoek aanbrengen. En het zilver wil ik toch gewoon eens geprobeerd hebben. Dus ga ik dat hier aan de binnenkant een heel klein beetje doen voor de ogen wat open te trekken. Oh, daar ben ik eigenlijk geen fan van. Het potlood is echt enorm hard. Geeft niet super veel pigment af. Dus ik hoop dat de zwarte wat zachter is. Ja. Het zwarte oogpotloodje werkt echt fijner dan het zilveren. Ik moet eerlijk zijn. Dat komt volgens mij omdat ze bij in die zilveren, in dat zilver potloodje, hebben ze wat glittertjes bij ingestoken. Maar dat maakt het enorm stug als je zo langs gaat, het geeft bijna geen kleur af. Je moet er al echt serieus op gaan duwen om wat kleur te hebben. Dus dat vind ik dan wel jammer, want dat leek mij echt zo'n veelbelovend potlood. Maar ik vrees dat ik dat nooit ga gebruiken, omdat in je oog wil je echt niet te veel druk gaan zetten. Dus sorry only you, maar deze werkt niet voor mij. Wat zit er nog in dit pakket? Uiteraard, lipgloss, lippenbalsem, lipstift. Alles wat je nodig hebt voor de lippen. Maar waarvoor ga ik nu gaan kiezen? Dat is de vraag. Een lippenpenseeltje zit er trouwens ook in. Vind ik wel fijn. Want je hebt zo'n potje lipgloss. Dus dan is een penseeltje heel handig. Ik heb niet echt zin om lipgloss te dragen nu. Dus ik ga voor lippenstift. Kleurtje. Het heeft geen kleurtje. Nummertje 02. Is zo wat een rozige getinte lipstick. Oeh, wat een pigment. Oh my god, heel flashy. Mascara moet je zelf ook nog aanschaffen. Dat zit ook niet bij in deze set. Dus, maar voor de rest vind ik deze echt een super volledige set. Er zit oogschaduw in, er zit poeder in. De penselen die je nodig hebt zitten erin. Lipgloss, lippenbalsem, lippenstift, wenkbrauwpoeder zelf, blush, highlights. Alles wat je maar nodig kan hebben om een look te creëren voor de feestdagen zit in deze adventskalender. En dat voor amper 25 euro. Ik blijf ervan onder de indruk. Want buiten dat oogpotloodje dat ik niet echt werken vond, vind ik de producten die erin zitten echt super goed van kwaliteit. De pigmentatie is super mooi. Mijn blush is naturel. Mijn highlight is on fleek. De lippen springen eruit. De oogschaduw werkt als een kanon. Dus ja, ik vind dat gewoon echt de max. Allee, je kunt er zoveel kanten mee uit met al die producten die in deze adventskalender zitten, dat ik echt onder de indruk ben van al die producten. Moest je nog altijd niet weten welke producten ik gebruikt heb, het zijn degene van de adventskalender van Only You. De adventskalender die je zo kan openvouwen en waar dan 24 make-up producten in zitten. En ik zeg het, de lippenstift, mooi formaatje, oogschaduwpalet. Er zit eigenlijk niet echt iets kleins in. Ja, als ik mag niet liegen. Er zit één klein dingetje in. En dat is namelijk deze mini beauty blender. Die de max is om je concealer mee gaan aan te brengen. Of als je een baking techniek zou gebruiken. Dus poeder onder je ogen wil laten intrekken. Kan je die perfect tot in de hoek gaan aanbrengen. Met deze mini beauty blender. Dus
Ik vind het gewoon echt een superleuke kalender. Zeker voor de prijs die je maar betaalt. De producten zijn echt wel kwalitatief. Dus ik ben echt wel onder de indruk. Echt wel. Vond je deze video leuk om naar te kijken? Laat zeker een duimpje achter. En ik ben ook super benieuwd welk product jij het fijnste vindt van deze adventskalender. Welk product spreekt jou het meeste aan om te gaan aanbrengen, om mee te gaan experimenteren en dergelijke. Abonneer zeker op mijn kanaal, is nog altijd gratis en dan blijf je op de hoogte van al mijn nieuwe video's. En dan zie ik je super graag terug volgende week in mijn nieuwe video. Adios mijn beauties en tot binnenkort!